Maar klaarmaken om fijn VVV Feyenoord te kijken. Ik ben altijd verstandig. Ik ben gewend eigenlijk fijn om het als eerste te noemen. Maar terwijl het fijn dat nu uit is, moet even wennen. Gewoon, ik weet niet, automatisme dat ik Feyenoord altijd. Ik vind Feyenoord niet echt sterk, maar ook niet slecht. Super tof dat je kijkt naar Gloneel Vlog. Mijn naam is Sampas, zoals iedereen weet. Ik ben net al een paar uurtjes wakker. Maar ik ga even lekker bakje koffie zetten. En even nog wakker worden. Want al is het al 12 uur geweest nu. En ik was 8 uur zoiets op. Ja, ik weet niet wat het komt. Dat ik zo vroeg wakker ben. Maar misschien omdat het ritme is. En ik ga lekker even relaxen nu. Even lekker bijkomen. Best wel gesloopt nog. Nog moe. Maar dan ga ik nu even lekker gewoon wakker worden met een bakje koffie. Want dat heb ik nog niet genomen. Dus laten we dat even lekker doen. Dus ja, en dan even eten vandaag. Even lekker. Nou, het ook maar even doen. Dus ga ik het bord pakken en dan ga ik wat lekkers maken vandaag. En wat weet ik nog niet precies. Maar in ieder geval wat lekkers. En dan gaan we weer met de schaaltjes. Zo. Want ik moet een bord hebben. Want ik ga even lekker wat broodje maken. Laten we dat ook even doen. Wat ik nou heb gemaakt is kaas met knoflooksaus eroverheen. Eroverheen gesmeerd eigenlijk. En ik vind dat ongelooflijk lekker. Het is misschien niet gezond, maar het is wel lekker. Daar gaat het om. En ik ga er lekker van eten en tussendoor lekker YouTube kijken. En dan klaarmaken ook nog om dadelijk vanmiddag om 2:30 VVV Feyenoord te kijken. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik hoop nou eindelijk een winst. Maar we gaan het zien. En jullie gaan het horen. VVV Feyenoord te kijken. Ik ben altijd verstandig. Ik ben gewend eigenlijk Feyenoord als eerste te noemen. Maar terwijl de Feyenoord nu uit is, moet even wennen. Gewoon, ik weet niet, automatisme dat ik Feyenoord altijd als eerste noem dan tegenpartij of als Feyenoord uit moet. Dan ga ik altijd als Feyenoord alsnog nummer 1 kiezen, om zo te zeggen. Nou, het is zo. Misschien dat Feyenoord gewoon voor mij de beste club van Nederland is. Ja, iedereen heeft zijn eigen club. En ik ga dadelijk in ieder geval klaar voor zitten. Ik heb er zin om te gaan kijken. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Alleen, we gaan het zo meteen zien. Voordat we dat gaan kijken, ga ik eerst even een batterij vervangen. Want ik zit nu al naar mijn camera te kijken. Dat mijn camera al bijna leeg is. En je moet wel goed voorbereid zijn. En zoals jullie net gezien hebben, heb ik even lekker een wasje opgehangen. Dus, maar gaan we eerst even koffie zetten. En dan gaan we klaarmaken. VVV Feyenoord. Ik vind Feyenoord niet echt sterk, maar ook niet slecht. Beetje. Kijk, ze zijn dingen aan het proberen. Zo lijkt het erop hoe ze nu voetballen. Want ik heb hem nu natuurlijk aanstaan. Ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen eigenlijk. Ik hoop echt wel dat ze winnen hoor. Staat in ieder geval nog steeds 0-0. 2 à 3 kansen hebben ze gehad. En tegen partijen ook zoiets. VVV dus. En ja. Feyenoord heeft wel veel balbezit. Dat is het enige, ja. Maar ook veel balverlies. Maar dat is Feyenoord eigen. We hadden wel vermoeden. Had ik in ieder geval vermoeden. En ja, mijn laatste vind ik niet zo goed spelen. Kan beter. Maar je ziet wel verschil. Ja! Net onderschept. Jongen. Was eentje te weinig.
VVV denk je toch, dat moet je hebben. Lijkt mij in principe. Nou, Gorner. Ga kijken wat Gorner doet en dan ga ik voor eens kijken. Gorner van Feyenoord. Oh, komt door Gorner genomen. Voorzet. Oeh, over. Jammer. Wat is het slechte wedstrijd, zeg. De knijters. Ik had een leuke wedstrijd verwacht, maar ik zeg eerlijk, VVV krijgt veel kansen. Dat vind ik zonde. Maar Feyenoord is meer geconcentreerd dan met aanval dan in de verdediging, lijkt het wel. En dan schot! Doe poging, dat is niks. Als ik eerlijk moet zeggen. En het is een beetje saaie wedstrijd. 62e minuut. Nog steeds 0-0. Nou, gelukkig staat 0-3 voor Feyenoord voor. Doelpunten maken is Toornstra, Berghuis en Toornstra. Twee keer Toornstra dus en één keer Berghuis. 0-3. En ik heb doelpunten niet echt goed gezien, want ik was met even andere dingen bezig. Tussentijd ben ik wachten op een render die nu ook bezig is. Die nog drie minuten in renderen moet. Nou, dat is zo klaar. En verder hebben we nu weer een kans. Waar strijdt hij nou over? Ja, penalty. Nee, vrij. Hè? Oh, oké. Nou, oké, eerst strijkt hij over zich zijn voeten. Dan de tweede is toch dat hij onderuit wordt geduwd. Hoe vlak ben je dit nou weer? Maar ja, het is zo'n vrije trap van VVV en wissel. Jurgensen eruit en Bunny's erin. En we gaan verder kijken. Kijken of er weer een doelpunt uitkomt. 0-4 zou mooi zijn. Mooi uitslag. En nu ben ik PSV Utrecht gaan kijken. Maar ik zag ineens een leuke reactie. Twee leuke reacties voorbij komen. Ik ga even mijn reactie openen. Met zijn achterdeur de oudste van het stel. En dat is. Het ziet natuurlijk lekker werken. Veel jonge spelers die. Van YouTube te maken. En ik had twee leuke reacties gekregen. En dat is, even kijken. Ik had natuurlijk vragen gesteld aan jullie. Van wat vinden jullie minder leuk of het leukste? Leukste. Of niet leuk aan huishouding dingen. Ik denk dat diegene zei, Ellen zegt, strijken. Dan denk ik van... Vinden ze dat juist leuk of niet leuk? Ellen, laat even weten in die reactie. En ook reactie van Tuinensmurf. Die naam past trouwens bij mij. Ik zeg eerlijk, die naam past bij mij. Queen hoort op 1. Zijn er andere mensen mee eens? Of zijn jullie ook mee eens dat rollercoaster van Vera... Danny Vera nummer 1 hoort. Laat even weten in een reactie. Ik ben wel benieuwd. Maar ik moet een beetje hard praten. Want ik hoor anders mezelf niet goed. Maar ja, dat is een goede vraag. Dus die twee reacties heb ik gekregen nou. En ja. Laat even weten wat jullie vinden. Eén iemand zegt Queen 1. Ja, ik zeg ook. Ik ben met Smurf Nolhat. Ik weet niet hoe de naam heet. Ook mee eens dat die op nummer 1 hoort. Maar ja, het is niet anders. En er zit eentje weer gelijk op mijn stoel af te pakken. Kan je? Wat doe jij allemaal? Wat doe jij allemaal? Hey, wat doe jij allemaal, jongen? Wat doe jij allemaal? Ja, wat doe jij allemaal, jongen? Wat doe jij allemaal? Wil jij even aandacht? Hey, wil jij even aandacht? Nee? Wil jij in een vlog komen? Hé? Ja. Yeah. Boef. Je bent een dondersteen, jongen. Oh, toen is je weg. Oké. Okay. Maar ik ga even lekker PSV Utrecht kijken. Benieuwd wat ze gaat doen. Zou mooi zijn, nog gelijk spelletje. Want Feyenoord staat nummer 2 tot nu toe. Maar als PSV gelijk speelt, blijft Feyenoord nummer 2. Maar al gaat PSV winnen, staat PSV derde. Als ik het goed heb, want ik hou er helemaal bij. Vind ik het altijd zo leuk om te doen. Want ik heb zo'n app. Even kijken hoor. Ja, deze.
Maar als het goed is... Ja, dan gaat Feyenoord nummer 3 worden. Maar al is het gelijkspel, blijft Feyenoord nummer 2. Dus ik hoop gelijkspelletje. Mama gaat het... Oh, ik heb even alvast gedaan, was gedaan en dat is gelukkig helemaal klaar. Ik ga zo meteen lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Morgen weer een dag. Gelukkig is alles dicht. Ik ga alleen maar even lekker dingen achter de computer doen en lekker gelijk een bedje duiken. En dus ook gelijk ook je vlog al bij afsluiten. Ik hoop dat jullie alsnog deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je me abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. En ik heb iets zo super raars gehoord, hè. Dat cola zo smerig kan zijn trouwens, eigenlijk. Klinkt zo raar ook, hè. Echt letterlijk raar. Om cola in een zee te gooien. Normaal doe je in een glas en denk